En vergeet vooral geen ruzie te maken. Heb jij straks iets van alcohol gedronken? Een rare vraag. Hoe zit het nu met Bart? En... Ja, je weet dat onderzoek loopt, hè, Jamel. Ik kan daar niks over zeggen. Je barren mij eigenlijk in de bak waar ik moest rijden. Hey. Heb jij het hem gezegd? Ik wil gewoon eerst weten of Emma dat effectief tegen die Steven heeft gezegd, want nu weet ik het allemaal niet meer goed. Het gezicht verandert, jongen. Als je daarop drukt of zo, dan kom ik daar niet op. Oei, Robin! Zeg, wat is dat nu? Gaat het? Ja, ja. Het is gewoon... Ja. Maar ik ga even wat water halen. Wil je nou iets terugsturen aan Emma? Nee. Nu echt niet meer. Zeg, maar wat is er nu gebeurd? Het was niet zijn fout. Ja? Ja, die Steven van haar klas. Ja, die passeerde ons en hij gaf een opmerking over Bart. Dat hij nog niet in een bak zat of zo voor het vluchtmisdrijf. Maar je gaat daar nu toch niet voor beginnen vechten, allee? Nee, maar ik was gewoon zo kwaad. Ja. Zeg, en die Steven is in ook gewond? Ik weet niet. Ik hoop van wel, hè. Maar Robin, ja. Alles goed? Ja, wat dacht je? Waarom moest je dat nu zeggen tegen Robin? Chill. Hier. Neem een pintje. Nee, dank u. Dat zijn wel mijn vrienden, hè? Ja. En waar zijn die vrienden dan? Ja, boos natuurlijk. Wat je verwacht. Die hadden dat wel door, hè? Dat ik dat gezegd had tegen u, terwijl dat totaal niet mocht. Sorry, Emma. Maar ik had gewoon echt een moeilijke dag. Hoezo? Ja, gewoon. Heel die thuissituatie, dat weegt wel zwaar op mij. Hè. En dan voel ik mij soms slecht en dan werk ik de tijd op de verkeerde mensen. Je weet hoe dat voelt. Uiteindelijk staat je er altijd alleen voor. Snap je? Ja. Ik ben wel blij dat je mij begrijpt, eigenlijk. Je bent toch zo'n beetje een soulmate voor mij, toch? Ja. Echt. Het doet mij goed dat ik alles tegen u kan zeggen. Ik ook wel. Als je het niet aan iedereen doorvertelt, tenminste. Ja, I know. Sorry. Zeker dat je geen pintje moet hebben? Geef maar. Heb je eigenlijk nog iets gehoord van Emma? Nee, maar ik heb haar wel gestuurd om te vragen hoe dat met haar ging en zo. Over de rest niks van jullie? Ze heeft iets gestuurd, ja. Maar we hebben er eigenlijk niet op geantwoord. Weet je, ik wil gewoon echt weten waarom dat ze dat heeft gezegd tegen die Steven. Dat is zo stoem, hè? Allee. Ja, misschien kun jij eens met haar praten of zo, Laura. Maar waarom ik? Dat jij er best vriendin bent. Maar ik ben ook nog wel kwaad op die, en jij bent trouwens haar lief. Dat weet je nog niet zo. Ja. Ziet je dat zitten of niet? Ik zou wel doen, zeker. Ja, niet vandaag, hè, want ik had wel mijn rasje afgesproken. Hoe zit het daar nu mee? Die vertrekt eind volgende week. Gaan we daar iets voor organiseren? Of? Ja, mijn mama zegt om zoiets te doen in een intieme kring en misschien wat te koken of zo. Niks vies, hè? Wat is vies in uw ogen? Ah, vies of zo. Pak anders. Biefstuk,
Met Frits, je weet. Ik zal het opschrijven. Wat gaan jullie eigenlijk nog doen? Ik heb nog zo'n bon van Bart gekregen. Hè. Ik ga daarmee eens gaan zien in de winkel of ik iets ga kopen of zo voor bij mijn bord te plaatsen of zo, of iets cool. Ik heb nog niks te doen, mag je mee? Tuurlijk. Tot dan. Cool. Zeg, Emma. Emma, kom eens uit, Jangmat. En help ons eens met dat konijnenkot hier, alsjeblieft. Dat zijn ook jouw konijnen, hè? Maar ik heb afgesproken met mijn vrienden straks. Oh, dat is nog beter. Dan hebben ze dus 4 paar helpende handen, hè? Maar ik heb met hun in de stad afgesproken, dus niet hier. Ah, ja. Mag ik mee? Nee. It was the 14th of October and that t-shirt off your shoulder. I was drunk, said I was sober and you said, yeah, right. We were talking for a minute, then some guy tried to cut in. You took my hand and we pretended like I was your guy. Whoa, and I tried to guess your middle name. For 30 minutes, but we played that game. That mango weed. Heel leuk. Ja. Vroeger in Syrië, mijn stad Damascus, veel mooie winkels. Zwaar. Ja. Nu alles weg. Wat stom. Die vind ik wel mooi. Zullen we eens binnen gaan kijken? Hallo. Oké, maar eens. Vind je iets leuk? Deze. Dan krijg je die van mij. Wat? Cadeautje van mij voor jou. Dan pak ik deze er nog bij. Dan hebben we er allebei eentje. Hé, dat is toch nog wel cool, niet? Ja, man. Check daar. Dat is die bord dat ik heb laten zien toen op het pleintje, weet je nog? Met Bluetooth en zo. Ja, ja, ja. Hey, weet je, als ik echt genoeg geld had, dan was ik dat allemaal overgekocht door... Moi. Wacht maar, ja. Als GA1000 ooit zo beroemd is, dan koop ik dat allemaal voor je over hier. Misschien moet GA1000 dan wat meer gaan optreden. Wie is de manager? Ja, oké. Ik heb zo'n bon van 20 euro. Misschien kun je daar mee doen. Had jij nog niet eens een wiel mee, vriend? Steek hem maar terug weg. Nou, ik kan ermee gaan sparen dan, voor iets groters zeker. Dat is waar. Heb je nog iets gehoord van Bart? Nee. Ik moet wachten op het resultaat van de expert. Dus ja. Normaal gingen dit weekend Jessen en Bart komen, maar... Ik mag niet van mama. Door dat van Steven, of wat? Eigenlijk niet speciaal, nee. Want daar was ze niet zo boos voor. Kijk, wat ga je nog doen vandaag? Een beetje rappen, ja? Video chatten met Jesse. Ik wil daar zien. Nothing seems happy, save the photos that we snapped in our past life. Zal een foto nemen? We're just kids and off of this. We clipped our wings and now the time flies by. And I could see if everything I wanna be and everything I want are not the same. Ze zijn er niet meer. Gaan wij dan ook mee naar huis? Wacht eens. Ja. Is dat Emma? Ja, kom maar. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. Ik ga kijken hoe het gaat. Hè?
en met 3-0 gewonnen. Ja, echt? Ik zal gewoon een keer meegaan dan. Yo! Yo, Bert. Zeg, ik ben trouwens al met de bon van jullie is naar de winkel geweest, samen met Jamil. Mama, ik wou ook mee. Ja, maar ik heb niks gekocht, hoor. Dus... Voor wat niet? Ja, dan kunnen we samen iets kopen, hè. Ach, de bel gaat. Ja, is je mama daar? Dat kan niet, want ik ga morgen pas naar mijn mama en papa ging mij brengen. En we gingen nog eerst langs oma. Ja. Oké. Okay. Wat hoor, Arun daar? Ik weet het niet. Jesse, leg eens even dicht. Nu niet, jongen. Dicht liggen. Oké, okay, ja. Jesse, wat is dat daar allemaal? Ja, sorry, dag. Je zegt me dat nu pas. Ja, maar kijk, ik wil dat niet zeggen omdat dat misschien valse informatie was. Zijn Jamil en Robin boos, denk je? Moet je beter aan hun vragen, hè? Wat? Jamil, jij en Emma zijn een tof koppel. Praten jullie soms tegen elkaar? En de enige die Bart gelooft. Ja, maar is dat eigenlijk al in beschuldiging gesteld? Oh, op sociale gelegenheden, dan drink ik wel een glaasje. Ja. Met Jamil gaat dat ook wel goed komen en ik hoop met jullie ook. Maar... Je liegt. Je vertelt de waarheid niet.